Welkom bij de Kat Kolno podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Kolno podcast. En vandaag heb ik een hele toffe gast. Hey Brigitte, welkom in de podcast. Ik ben er wel nieuwsgierig naar jou, want ik ken jou eigenlijk helemaal niet. Nee. Wie ben je? Wat doe je? Waar word je blij van? Oké, zal ik vertellen. Ik ben Brigitte Hermelijn en ik kom oorspronkelijk uit Brabant, want ik ben eigenlijk een Tilburgse. En ik ben in 1997 verhuisd naar Amsterdam en daar woon ik nog steeds. Ik heb een bedrijf, dat heet Business as Virtual. En dat houdt dus in dat ik mij op Instagram profileer als de Insta Warrior. En daar ben ik er voor gepassioneerde ondernemers die Instagram echt in zijn volle potentie willen benutten. En die transformeer ik dan naar die Instagram Warrior. En dit doen we met unieke content schrijven, die diepere laag raakt, met strategieën maken. Maar ook gewoon met hele mooie visuals en echt een machtige message voor je business. En daar word ik eigenlijk ook heel erg blij van, dat ik dit in de vorm van ondernemerschap ook aan mensen echt kan bieden. En daarna schrijf ik ook nog content voor andere socials, zoals LinkedIn, in de vorm van blogs, artikelen voor je website. Dat is in het kort wat ik doe. Maar dus jij doet het ook in opdracht voor ondernemers? Of help je ondernemers om het zelf te doen? Of doe jij het ook voor hun? Beide. Dus ik help ze ook echt in de coaching. Dus dan zorg ik ervoor dat ze het eigenlijk zelf kunnen doen. Dus dan bied ik ze bepaalde tools aan. Spreek ik ze. Ik hou interviews. Stappenplannen. Ik vertel iets over hoe je je visie kan formuleren en je missie. En uiteindelijk met dat verhaal en de inspiratie die ik ze dan bied, kunnen ze hun eigen content schrijven. En ik help ze dan wel verder met hun visuals. Dus ik maak wel wat ontwerpen, zodat ze een mooie grid hebben of een mooie fotofeed. Maar uiteindelijk leer ik het ze dat zelf, zodat ze echt gewoon na 8 tot 10 weken, dat ze het echt helemaal zelfstandig kunnen. En aan de andere kant heb ik ook ondernemers die echt hun hulp vragen met content schrijven. En dan schrijf ik voor hun dan blogs en artikelen of korte stukjes voor Instagram, Facebook of LinkedIn. Dus eigenlijk beide kanten op. Mix. Oh, wat goed. Wat leuk. Ja. Nou, dat is grappig. We hebben al raakvlakken. We wonen allebei in Amsterdam. En ik heb dit ook gedaan. Dat is wel grappig, ja. En met name, ik heb ook liefde voor Insta. Dus ik ben wel benieuwd, waar komt jouw liefde voor Insta vandaan? Nou, Instagram. Dat is eigenlijk wel een goed verhaal. Want een tijdje geleden, jaren geleden, zat ik op Instagram. En ik vond er niks aan. Ik dacht echt van, nou ja, wat is dit nou? Je moet alleen maar foto's posten, de beste foto's posten. En ik zag daar gewoon niet zoveel toegevoegde waarde in. Maar op een gegeven moment was ik dus bezig mij te ontwikkelen naar het ondernemerschap en zelfstandig ondernemen. Voornamelijk online wilde ik wat doen, ook locatie onafhankelijk. En op een gegeven moment ga je dan toch die platformen weer nakijken. En toen begon een beetje ook de corona en dergelijke op te komen. En toen zag ik Instagram. En toen zag ik eigenlijk wat Instagram allemaal kon. Eigenlijk voor ondernemers. Ik zag gewoon dat je heel veel mogelijkheden had om jezelf gewoon heel goed te presenteren voor ondernemers. Je kon jezelf gewoon visueel goed neerzetten. Je kon gewoon ook een heel mooi plaatje gewoon schetsen van oké, ik zie 9 posts en dit wordt dan het verhaal eromheen. Je kon je verhaal kwijt, je kon in stories kun je heel veel kwijt. Je had natuurlijk je lives waar je heel veel, waar je eigenlijk ook je content in kwijt kan. Dus toen dacht ik van, hey, het is echt wel een platform voor ondernemers om zichzelf gewoon met hun business gewoon goed te presenteren. Dus waarom pak ik daar dan niet verder door en pak ik dat platform als, als eerste? Dus zodoende ben ik daar dan toch in terechtgekomen dat ik eigenlijk veel, de mogelijkheden van dat platform inzag. Ja. Zo, ja, ik snap er heel enthousiast van. Ik had dat ook hoor, want ik zat er ooit op, 2011 is het volgens mij ontstaan. Toen ben ik er ook meteen op gegaan en toen dacht ik ook, toen was het alleen maar zo van fotosbewerking programma. En toen best wel beperkt en ook alleen maar op schoonheid en op mooie dingen gericht. En terwijl ik denk, de mens is driedimensionaal, laten we ook het over andere dingen hebben. Maar die mogelijkheden die er nu zijn. En als ik jou zo hoor, dan ben je ook net als ik een beetje een multipotentialite. Iemand die heel veel dingen leuk vindt en kan. Ja.
Weet je wel, ik hoor je over design praten en over mooie visuals maken. Dus dat is design, fotografie en tekst schrijven. Ja, dat zijn natuurlijk al meerdere skills die je dan nodig hebt. En wat gaaf. Nou, ik weet zeker uit ervaring dat heel veel ondernemers daar graag bij geholpen worden. Dat is gewoon best wel belangrijk. Ja, vooral omdat de mogelijkheden nu zo divers zijn, dan is het wel belangrijk als je het goed wil doen, dat je daar een strategie over hebt. En echt gewoon nadenkt van, wat wil je nu eigenlijk uitzenden? Hoe wil je jezelf over laten komen? Wat wil je laten zien van jezelf en je business? Maar ik vind het echt gewoon een van de beste platformen om dat te combineren. Ja. Samen met LinkedIn. Ja, LinkedIn heeft weer andere kwaliteiten. Ze gaan natuurlijk steeds maar op elkaar lijken, maar het is toch anders inderdaad. Ik ben het wel met je eens. En ik hoor jou zeggen, je bent begonnen met deze onderneming in ieder geval net voor de COVID. Moedig van je. Ja, joh. Ik kom niet meer terug. ja. Cool. Nou ja, goed. Weet je, als je een ondernemersgeest hebt, dan ben je sowieso, dan vind je wel oplossingen voor dingen. Hè? Dus ook in deze tijd, dat is mijn gevoel. Het is natuurlijk wel, het is wel wat moeilijker, maar tegelijkertijd, de mogelijkheden zijn ook wel oneindig ergens. Als je die potentie ziet, en dat, dat helpt natuurlijk. En als ik jou zo hoor, dan denk ik, dat zit er volgens mij wel in jou ingebakken. Dus ik was even nieuwsgierig van, wat heb jij van huis uit meegekregen over geld en ondernemerschap en al die dingen die daarmee te maken hebben? Dat is wel grappig. Want eigenlijk het ondernemerschap heb ik niet echt van huis uit, niet echt van huis uit gekregen. Dat is meer iets, een diepere wens die ik voor mezelf had om af te komen van het vaste dienstverband en uiteindelijk een keer zelfstandig te zijn en echt gewoon die stap naar het ondernemerschap te nemen. Maar daar heb ik wel heel lang over gedaan. Maar die droom had ik eigenlijk al als klein meisje. Want toen zat ik al thuis, locatie onafhankelijk, achter mijn kleine tafeltje, kantoortje met de rode telefoon. Dus zo werkte ik eigenlijk al. En had ik gewoon mijn eigen klantjes die ik van als huis bediende. Met een paar van die gejatte PTT-formulieren. Runde ik gewoon mijn kantoortje. En eigenlijk zit ik dus nu gewoon precies dezelfde vorm. Wat leuk. Ja. Gewoon op dezelfde plek, maar dan in mijn eigen kantoor in Amsterdam. Ben ik nu dus zo aan het werk. En ik heb het altijd gekoppeld aan dat verlangen wat ik dus vroeger had. Hoe ik dus heel graag wilde werken. Maar uiteindelijk, als je nog jong bent, je komt een beetje in de matrix van, hè, je doet je school, je doet je studie, je zoekt een vaste baan. En dat ga je gewoon doen tot je 60ste. Maar uiteindelijk begon het gewoon toch te kriebelen, waardoor ik toch heb gekozen na een aantal banen te gehad te hebben in de financiële dienstverlening en in de beautybranche. Had ik toch het idee van, hé, het is nu de tijd, anders komt het er nooit van, om gewoon zelfstandig te gaan ondernemen en echt te gaan voor dat locatie onafhankelijk, waar ik ook op mijn manier mensen kan helpen, zonder voor een bedrijf, zeg maar, in vaste dienst te zijn. Dus dat ik ook echt gewoon op mijn manier en op mijn creatieve wijze dus de mensen het beste kan helpen. En ja, die reis heb ik dus gemaakt. Maar ja, vroeg wat ik van huis had meegekregen over geld. Dat is wel, het was nooit het belangrijkste, maar ze zeggen, het is wel heel fijn om te hebben. En mijn moeder zei altijd van, probeer gewoon je eigen kostje te verdienen. Want dan ben je in ieder geval onafhankelijk en dan ben je zelfstandig. Ja. Het is ook een hulpmiddel om op eigen benen te staan en ook extra plezier te hebben in het leven. Maar niet specifiek ondernemerschap, maar wel gewoon jezelf blijven ontwikkelen, zodat je gewoon zelfstandig door het leven kan gaan. Ja, toch een soort verantwoordelijkheidsgevoel hebben over jezelf en over geld, als ik het zo hoor. Ja. En we gaan nog heel even op dat geld door, want deze podcast gaat over rijkdom, maar in de brede zin van het woord, maar mensen denken natuurlijk ook altijd over geld. En ik vind het altijd wel een grappige vraag. Als je geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Wat ik leuk vind is het eigenlijk weer terug te geven aan mijn ouders. Want die hebben natuurlijk heel veel voor mij gedaan en heel veel geld in mij gestoken. Die hebben me natuurlijk opgevoed. Dus als ik echt geld heb, vind ik het leuk om hun bijvoorbeeld op reis te sturen.
of met mijn moeder op cruise te gaan, want ik weet dat ze dat heel erg leuk vindt. Dus dat doen we dan ook wel eens. En ja, daar genieten we van. Of toen ik nog in Brabant woonde, gingen we bijvoorbeeld naar Antwerpen. En dan gaan we daar bijvoorbeeld lekker shoppen, want we houden allemaal heel erg van fashion en mode. En daarnaast geef ik het graag uit aan hele lekkere dingen eten. Omdat ik zelf niet zo goed kan koken, dan ga ik dus of naar een traiteur of gewoon naar een beetje de betere restaurants. Ik geef het ook heel graag uit met vrienden om op citytrip te gaan. Dus dat je echt gewoon gaat reizen. Ik noem maar even wat naar Rome of Parijs of Berlijn. Daar ben ik natuurlijk allemaal geweest. Barcelona een paar keer. En dat je dan gewoon weekenden even tussendoor ja, daarheen kan gaan en gewoon even kan genieten. En ik zou dan ook wat vaker vrienden in het buitenland gaan bezoeken. Als het geld er is. En gewoon lekker plezier maken. Heerlijk. Is dat? Heerlijk. Quality time. Quality time. Ja, het klinkt als in ieder geval wel voor kwaliteit gaan. En niet voor heel veel spullen of dingen. Maar echt mooie momenten creëren. Ja, juist. Uit. En stel nou dat je nog maar één tientje hebt. Ik hoor jouw geschiedenis in financiële dingen. Denk ik, nou, de kans dat dat voorkomt is misschien niet zo groot. Maar stel dat je nog maar één tientje hebt. Waar zou je dat dan aan uitgeven of niet uitgeven? Ja, ik vond dat best een moeilijke vraag. Het eerste wat in me opkwam is, ik ga het echt zo lang mogelijk bewaren totdat ik het echt, echt nodig heb. En als ik het dan nodig heb, ja, dan moet ik toch voedsel gaan kopen. Want op een lege maag kan ik namelijk niet nadenken. Ja, dan val ik flauw en dan is het helemaal verloren. Dus ik denk, dan koop ik wel even een banaan. Ga nadenken van, oké, wat is plan B? Cool. en als je een tientje op straat zou vinden? Ja, dan raap ik het op. Want geld laat ik dus nooit liggen, dus dan raap ik het op. En ik vind wel eens tientjes en 20 euro op straat. En op een of andere manier, ik word er altijd blij van als ik geld vind. Of het nou ook maar een tientje is of niet. En dan, ik denk dat ik boodschappen van ga doen. Of als er nou toevallig iemand voorbij komt die het harder nodig heeft dan ik. Je weet wel, je hebt altijd af en toe even een zwerver of een artiest die wat staat te zingen, dan zou ik het delen. Ja. Ja, mooi. En ik heb al zo'n kleine indruk wat je gaat zeggen, maar als geld geen rol zou spelen, hoe zou jouw leven er dan uitzien? Ja, nou. Als je echt gewoon die kraan open en komt, het houdt gewoon niet op. Ach, nou, ik heb wel een droom weer. En dat is wonen en werken vanaf een hele grote loods. Dat vind ik gewoon mooi, zo'n industriële loods. Met mijn eigen fitnessruimte. Want ik ben echt dol op trainen en fitnessen. Daar word ik gewoon ook fit van. En het is ook eigenlijk een van mijn fundamenten waar ik mijn business en mijn leven op baseer. Dus dat is eigenlijk gezondheid, fit zijn, groeimindset en focus. En ik zie dat echt als het fundament voor een gezonde business lifestyle. Dus ik zou dat heel graag aan huis willen hebben. Met een Ducati Scrambler in de garage. Ik ben dol op motorrijden. Ik heb alleen geen motor nu, dus ik moet hem elke keer huren. Zodat ik dan mijn korte trips kan maken. Dus ja, een grotere plek zou ik inderdaad wel willen hebben. Waar ik eventueel ook mijn werk kan voorzetten. Zodat ik ook bijvoorbeeld workshops kan geven aan huis voor klanten. En dat ik daar een mooie inspirerende ruimte ook voor kan maken. Dat we daar sessies kunnen doen. Dat zou ik echt heel gaaf vinden. En vaker iets voor vrienden doen, een leuk georganiseerd feest geven, maar dan met alles erop en aan, met een diner en een DJ. Dus ik vind het wel heel belangrijk om gewoon met goede vrienden te zijn en inspirerende mensen. Dus dat zou ik echt wel vaker doen. En reizen, hè? Dus als ik zou kunnen, zou ik ook weer vaker op inspirerende plekken willen zijn en echt gewoon het werken en het wonen. Dat het allemaal locatie onafhankelijk is en dat ik eigenlijk gewoon kan gaan en staan waar ik wil. Dus dat je dan toch gewoon die laptop meeneemt en dat ik kan zeggen van, hé, ik ga gewoon een maandje op Bali zitten en ik huur daar gewoon een hutje of een woning en ik ga daar gewoon een tijdje wonen en werken, een beetje rondreizen. Maar ook wel weer mooie mensen leren kennen die elkaar gewoon echt dingen gunnen. Dus dat je ook wel gewoon alles met
anderen kan delen. Dus ik hoef daar niet alleen te zijn, maar ik vind het wel mooi om dan ook andere mensen te leren kennen en om je informatie te delen en ook de gunfactor te hebben. Dus dat zou ik wat vaker willen combineren. Echt het wonen en werken op inspirerende plekken. Ja, buiten Nederland, maar wel gewoon een vaste basis hebben in die loods met die fitnessruimte. Maar zo zie ik het dan. Voor me of naar Barcelona, naar vrienden, appartementje huren, werken, naar 5 even de zee in, tapas eten, een beetje doorwerken. Heb ik dat 3 weken gedaan in Valencia? Oh, geweldig. Ja, of wintersport. Ik kan ook echt wel snowboarden. Dat je kan zeggen, nou, ik ga gewoon 3 weken huur ik appartementje. Ook weer even werken. Nou, valt die sneeuw mooi en daarna de zon. Hup, naar buiten. Dus die combinatie lijkt me echt perfect. Ja, droomleven. Heerlijk. Ja, en dat ik een keer wat mensen ook echt mee kan nemen. Dus dat ik ook andere mensen daarvan kan laten genieten. Ja, ja, dus kan allemaal. Als die kraag gewoon oneindig is, dan kan het. Ja, dat natuurlijk. Hij is oneindig. En zo kan het wel doorgaan, hoor. Ja. Nou, maar volgens mij hebben de luisteraars wel een beeld. Heerlijk, inspirerend. En de key vraag van mijn podcast is altijd, wat maakt jou rijk? En dat bedoel ik echt in de breedste zin van het woord. Ja, dus ik had het net al een beetje genoemd. Dus ik hou natuurlijk van mooie inspirerende plekken waar ik mijn werk kan doen. Maar ook gewoon waar ik dan mensen kan ontmoeten. En dat we ook echt met elkaar resoneren. En echt met elkaar kunnen levelen. Dat vind ik echt heel belangrijk. En waar je ook echt plezier mee kan maken. En dat je echt die grote gunfactor naar elkaar toe hebt. Ja, mooi. Eigenlijk mensen maken mij rijk. De connecties. Daar word ik blij van. En als het dan echt levelt. En het klopt gewoon. Ja, dat geeft gewoon echt energie. En ik merk dat ook wel in het ondernemerschap. Ik kende heel weinig ondernemers. Maar dat begint steeds meer te komen. En dan merk ik gewoon. Merk je toch een ander soort band. Je staat wel echt voor elkaar klaar. Je zit een beetje in hetzelfde schuitje. Ik zit namelijk ook bijvoorbeeld in een community dat heet Next Level A-Player van Desiree van Nieuwenhoven. En het is gewoon super gaaf dat je daar met z'n allen ook gewoon in zit en elkaar ook gewoon echt ondersteunt en gewoon helpt aan business. En dat geeft echt een kant. En het was voor mij ook heel nieuw voor mij om op die manier ook mensen te leren kennen. En dat je elkaar ook echt gewoon wil helpen en elkaar ook dingen gunt. Ja, je hebt als ondernemer natuurlijk gewoon eigenlijk geen collega's. Dus die moet je zelf bij elkaar sprokkelen. Maar hoe leuk is het dat je gewoon zelf kan kiezen van, hey, van wie krijg ik energie, met wie. Ja. Weet je, dat je elkaar ook gewoon elkaar naar het hoger level tilt, inderdaad. Nou, Desiree is ook in mijn podcast geweest, dus die ken ik inderdaad. Ja, met haar business, dat is wel grappig. Inspiratie is sowieso volgens mij voor ondernemers heel, is voor iedereen heel belangrijk, maar is voor ondernemers ook heel belangrijk. Hè? Persoonlijke ontwikkeling. Je wil altijd toch, je wil groeien, want daardoor kan je ook natuurlijk beter zijn voor je klant. Inspiratie kun je natuurlijk van allerlei plekken halen. Onder andere uit boeken. Wat is, ik vind dat het zelf heel moeilijk kiezen hoor. Dus het is eigenlijk een rotvraag, maar goed. Wat is je favoriete boek? Waarom? Nou, ik wist het eigenlijk wel. Ik lees wel boeken, maar niet elke dag of zo. Maar ik heb dus één boek, wat ik al een tijdje heb. En dat is het boek De Kracht van het Nu, van Eckhart Tolle. Ik weet niet of je die kent. Mm-hmm. En dat is dan een gids voor zeg maar, het bewust en een gelukkig leven. Maar het gaat mij voornamelijk om dat stuk bewustzijn. Want weet je, dat je dan toch in het leven, dat je dat niet zomaar alles aan je voorbij laat gaan in gedachten. Want als je in gedachten bent, dan spring je heel erg vaak al naar het verleden of naar de toekomst. Hoe vaak ben je dan echt in het nu? En dat vond ik wel mooi dat hij daar echt gewoon heel veel over vertelde. Hoe je dat gewoon kan doen. Hoe je gewoon dat nu moment kan pakken, want daar leef je nu in. En hoe je daar op dat moment ook van kan genieten. Zonder elke keer te hoppen naar dat verleden of angst te hebben voor allemaal wat er komt. Dus dat boek heeft mij op zich wel ook wel wat rust geven om echt een beetje los te komen van het ego wat we allemaal een beetje hebben en van angsten en onzekerheden en ook om die stap naar het ondernemerschap te maken.
Dus dat is tot nu toe nog wel mijn favoriete boek. Ik moest er even doorheen komen, maar... Het is niet de makkelijkste materie, nee, dat klopt. Nee, maar... Ik heb het best wel lang over gedaan. Maar ik had uiteindelijk wel zoiets van, ja, je zit toch wel echt een boodschap in. En als ik die ga snappen, dan gaat het me echt gewoon verder helpen. En ook al meer rust geven om bepaalde dingen los te laten. Ja. 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 Nou, voor de luisteraars die het nog niet, die het nog niet kennen, goede tip. En ja, weet je, dus boeken kunnen een mooi voorbeeld zijn, maar je hebt natuurlijk ook mensen die een voorbeeld voor je kunnen zijn. Heb jij een ondernemer kan het zijn, maar het mag ook iemand anders zijn. Wie is voor jou een heel, heel inspirerend voorbeeld? Waar ik vaak naar luister en ook wel stukjes over lees, is bijvoorbeeld Anne Kwaars. Ik weet niet of je die kent. Ik denk dat die wel bekend is. En zij is een, wat ze noemt zichzelf, de messaging artist. En ze is ook dan inspirational speaker voor visionairs en trailblazers in de wereld. Maar ik vind haar teksten gewoon goed. En gewoon op de manier waarop zij zich ook presenteert. Het is heel bold, het is heel edgy. En het is gewoon net een beetje anders hoe zij ondernemers dan helpt om hun gedachten en hun visie gewoon groots uit te dragen. En dat vind ik wel mooi, de woorden en de content die zij gebruikt. Dus ik luister en kijk er altijd graag naar. Ik denk van, oh, dat is wel echt wel weer tof gezegd. Op een andere manier. Ja. Dus het inspireert mij wel, dat zij dat doet. Ja. Tof. Ja, dus je hebt eigenlijk twee vliegen in één klap. Want inderdaad, mijn volgende vraag was, welke ondernemer inspireert je? Maar zij is natuurlijk, inmiddels, volgens mij is haar naam al best wel bekend, hoor. Tenminste, ja, ik... Maar goed, ik zit al nu 10 jaar in het ondernemerswereldje. Dus dat is, en vooral in het persoonlijke ontwikkelingswereldje. Want daar zit natuurlijk dat soort mensen, mooie inspiratoren. Ik vind het ook heel leuk om deze vraag aan je te stellen. een van de lastigste, denk ik. Nee, heel veel mensen vinden het een lastige vraag. Als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat... Voel aan. Dat ik... totaal niet van oneerlijke en onoprechte mensen houden. Dus dat ik daar eigenlijk gelijk van flip. Dat is echt mijn rode knop. En dat komt dan gewoon nooit meer goed. Zo, dat is wel oud. dat vind ik gewoon echt vervelend. Als je bepaalde dingen zegt, privé of zakelijk. Bijvoorbeeld woorden die uit je mond komen, dit en dat. En dan doe je dat helemaal niet. Of je meent het helemaal niet. En ik ben echt wel iemand van, ja, als je het zegt, dan moet je het ook doen. Als het niet kan, dan moet je erop terugkomen. Want afspraak is afspraak. En dat kan mij gewoon enorm raken soms. Of irriteren dat iemand dan niet eerlijk is. Ik vind dat geen basis voor niks niet. Samenwerking niet, vriendschap niet. Gewoon, weg ermee. Het is een van mijn... Ja, grote allergieën. Juist, ja, dat. Ja, het is echt een grote allergie. Niet een beetje, maar echt een grote. Ja, ja. Nou ja, dat is goed dat mensen dat weten. Want dan word je daar in ieder geval niet meer lastig gevallen. Ja, toch? Ja, en dat is vast een inzicht wat je ergens gekregen hebt. Dat je dacht, oh, daar wil ik niet mee dealen met dat soort mensen. Maar ik ga niet naar details vragen. Als het gaat over inzichten, wat beschouw je als een van je grotere inzichten? Ja, een van de grotere is gewoon niet te lang in de slachtofferrol blijven zitten. Als je iets vervelends overkomt. Niet dat je dan gaat denken, waarom overkomt mij dat nou weer? Ik ben altijd de sjaak. Meer dat. Ik heb dan wel zoiets van, get over it. Leer ervan en ga zo snel mogelijk weer door. Want er is altijd wel een reden waarom zoiets op je pad geslingerd wordt. Dus daar geloof ik dan ook wel weer in. Dus ik zie meer dat pad als een proces. Ook al is het gewoon even lastig. En wat ik ook belangrijk vind, is dan toch proberen te luisteren naar je onderbuikgevoel. Want meestal heeft die toch gelijk. Maar blijf dan niet te lang in hangen als iets gewoon echt fout gaat. Kom er gewoon uit en kom er gewoon sterk uit. Ja. Ja. Dat is ook meestal zo, hè? Maar ja, soms moet je dat een keer meegemaakt hebben om dat te weten, dat het zo is. Ja, dat is ook waar.
Het is niet makkelijk, dat, hoor. Nee, als je altijd een slachtofferrol gekozen hebt en je gaat één keer zeggen van, oh, ik ga het eens anders proberen. Je gaat het anders doen. En dan weet je van, oh ja, oh vrek, het werkt eigenlijk beter. Het geeft veel meer energie. Ja, als je echt standaard inderdaad. Ja, sommige mensen hebben dat. Ja, ik heb dat nog nooit gehad. Dus ik denk ook altijd, ja, hoe kan je daar nou ingaan? Ik denk nog helemaal van, oh my god, dat kost zoveel energie. Waarom zou je? Ja, maar, bij anderen wel. Ik denk, oh, ik moet van. Ga eruit, stap eruit. Ja, dat is een van mijn allergieën. Je kan, want ja, weet je, jij bepaalt hoe je er naar kijkt. Daar heb je invloed op. Niet op wat je overkomt natuurlijk, nee. Nou, deels misschien, maar zeker niet op alles. Nee. Dat weten we natuurlijk inmiddels ook wel. Soms maak je wel eens wat dingen mee dat je denkt van, dat had ik op zich liever niet meegemaakt. Maar on the other hand, ja, ik denk bij alle shit dingen allemaal van, oh, er zitten toch ook wel cadeautjes in. Ja, ja. Er zitten altijd ook cadeautjes in. Ja. Pittig ook. Ja. En in mijn ogen is dat veerkracht. Wat is in jouw ogen veerkracht? Ik doe daar een onderzoekje naar, vandaar dat ik die vraag in mijn podcast stel. Ja, dat heeft er wel een beetje mee te maken. Want voor mij is veerkracht is dus echt iets kunnen loslaten. Want loslaten is volgens mij een van de allermoeilijkste dingen die er is. Mensen denken wel eens van, oh, ik heb het losgelaten, maar dan zit het er nog steeds. Want ze hebben het er nog steeds over. Dus dan, dus dan weet je dat ook. Loslaten en weer doorgaan. En ook echt de weerbaarheid opbouwen en er sterker uitkomen. Want ik geloof erin dat je gewoon vormt. En dat je ook met die ervaring die je dan meemaakt, ook andere mensen weer beter kan helpen. Doordat je zelf er sterker van bent geworden. En dan kan je die ervaring kun je weer delen aan anderen. Gewoon je verhaal vertellen. Ja. 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 The hero's journey, hè, zoals ze dat noemen. Dat je dan het weer terug mag geven. Dat wat je geleerd hebt in je eigen stories. En ik vind dat heel mooi. Het is waarom ik doe wat ik doe. En jij waarschijnlijk ook. Ja, het is toch het mooiste wat er is. Dat je je goud mag delen met andere mensen. Dat je dat wat jij geleerd hebt. En weet je, je talenten mag delen met andere mensen. Dat is, hoe tof is dat? Ja, vind ik echt tof. Zoals als ik bijvoorbeeld iemand moet coachen met Instagram of iets anders. En zij lopen ergens tegenaan. En ik heb net een verhaal of een anekdote waar ik hen mee kan helpen. Hoe ik iets heb beleefd of ervaren. Ja, dat vind ik dan op dat moment heel mooi om te delen. Ja. Ja. En doordat je het zelf deelt, durven andere mensen ook het gaan delen. Want die denken, zij doet het ook. Oh, dan kan ik er misschien ook wel over praten. Of dan kan ik het misschien ook wel vermengen in mijn stories. Ja. Ik geloof altijd wel dat helpt. Gewoon een eigen verhaal van jezelf vertellen. Of waar je tegenaan bent gelopen. Of wat mijzelf heeft geraakt en hoe ik dat heb opgelost. Ja, ik denk dat echt wel helpt om dan weer een ander tot een ander inzicht te krijgen of een bepaald soort inspiratie te geven. Ja. Dat is leuk om het op die manier met elkaar te doen. Zeker, zeker. Helemaal mee eens. Nog heel even terug op de inspiratie. Wat lees jij, kijk jij en luister jij op dit moment? Op dit moment zit ik een beetje in de muziekfase. Omdat ik dan eigenlijk lekker thuis aan het werk ben. Luister ik veel muziek. Voornamelijk R&B, Soul, Sade, Lenny Kravitz, Erykah Badu, Angie Stone. Beetje rustig. Beetje, hou ik wel van. Al Green. Luister ik bijvoorbeeld ook naar. Niet te heftig, geen heavy metal, want dan kan ik niet werken. Dus echt een beetje lekker die rustige muziek. Dat ik gewoon de inspiratie, dat het ook een beetje komt. Dat ik gewoon lekker in de flow dingen weg kan schrijven. Content kan maken. Nice. Is dat? Ja. Dus veel muziek. Leuk. En, maar geen boek op dit moment? Nee, ik heb nu even geen boek. Oh jawel, die heb ik wel. Hoe heet dat boek ook alweer? Wacht. Oh ja. Ik weet het, hier ben ik mee bezig. Ik ben bezig met The Artist Way. Vind je eigen inspiratie van Julia Cameron. Ja, ik ben op 3/4. Nee, 1/3. Ja.
Dus daar pak ik wel eens wat bladzijden uit. Maar niet elke dag. Ik heb hem hier voor me liggen. Ja? Een boek van mij is 30 jaar oud. Oh. Dan ben ik 30 jaar geleden heb ik daarmee begonnen. Oh. En nog steeds, bijna dagelijks heb ik het erover. Ja, ja, ja. En soms denk je er aan dat je even een bepaalde passage pakt. En denk, oh, die staat eigenlijk wel wat nuttigs in. En dan pak je er weer even een pagina uit. Maar ik heb hem nog niet uit. Ligt hier ook al jaren. Ik weet niet of ik hem ooit uit heb gelezen. Maar ik had toen inderdaad heel erg blokkade op creatieve uitingen. En ja. toen ben ik dat half jaar die challenge eigenlijk aangegaan van elke dag 3 pagina's schrijven. De morning pages. En dat is nog steeds een tip die ik altijd aan mensen geef. Als ze een beetje blokkeren op schrijven of op schilderen of eigenlijk elke creatieve uiting. Ja. Is dat werkt zo goed, omdat zonder na te denken lekker te gaan schrijven. Ja, ik vind het echt, wat een toffe tip. Goed boek hoor, echt. En ja, weet je, ik geloof niet, sommige boeken die bestudeer je. En die lees je misschien niet altijd helemaal tot in detail. Maar daar gaan stukken uit die je weer, waar je weer verder mee kan. En dan later denk je van, oh, ik ga toch eens in verder. Sommige boeken lees ik 4 keer, omdat ik gewoon elke keer weer nieuwe dingen erin ontdek. Heb jij een tip voor onze luisteraars? Het gaat nu dan even over het ondernemerschap. Dan zou ik zeggen van, laat je niet leiden, maar leid echt jezelf. Want veel mensen hebben een mening over alle facetten van het ondernemerschap. En iedereen wil er dan zo'n plasje overheen doen, zoals ik het noem. Maar dan gaat het altijd vanuit hun eigen perceptie. En hetgeen hoe zij dat zien, dat hoeft nooit het beste te zijn voor jouw onderneming. En dat vind ik wel belangrijk, dat je gewoon je eigen ding gaat doen en dat je je niet laat afleiden om dan met die veilige massa mee te gaan. Want alles is natuurlijk nieuw voor je in de start en dan ben je soms best wel onzeker. En dan willen mensen echt al in gaan vullen hoe je bepaalde dingen moet gaan opzetten. En dan voel je ergens aan van ja, maar ik wil eigenlijk gewoon doen zoals ik het wil, ook al doet niemand dat nog. Dus ik zou zeggen, echt ja, laat je niet leiden, maar leid echt jezelf. Mooi, ja. mooi. Goed advies, ja. En zeker als je actief op Instagram bent en dat soort dingen. Of op social media in het algemeen. Dan kan je heel erg afgeleid worden door andere mensen. Dingen die je ziet, dat je denkt, oh, ik moet ook zo'n gelikte foto's. Of ik moet ook dit, of ik moet ook zulke soort teksten. En dat is echt best wel... Dat is het nadeel echt wel van veel op social media zijn. Dat je dat gaat doen. En dat kan dat zit in de mensen nou eenmaal ingebakken om jezelf te gaan vergelijken. Maar het is wel echt goed om dat niet te doen, inderdaad. Te proberen toch je eigen koers te varen daarin. Ja, ik snap dat het heel verleidelijk is om te gaan vergelijken. Ik trap daar ook wel eens in. Maar hoe meer je er bewust van wordt, hoe sneller je daar weer uit gaat. Er is wel lef voor nodig natuurlijk om het te doen. Ja, dat is waar. En daarom steun jij natuurlijk ook. Wat als ik het doe? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Als ik het gewoon doe? Ja. Ja. Gewoon zelf die vraag stellen. Stel dat het lukt. Dat je gewoon je eigen ding creëert. En dat het gewoon helemaal is zoals jij het graag wil. En dat je gewoon moeiteloos... Kom je er niet achter. Zichtbaar kan zijn. My god, zeg, hoe heerlijk is dat? ja, dat is heerlijk. Cool. Ja. Nou, ik vond het een heel tof gesprek. Brigitte. Ja, en ik vind het natuurlijk heel belangrijk dat mensen ook weten waar ze jou kunnen vinden. Dus we zetten die links allemaal natuurlijk ook in de show notes van de podcast. Maar misschien wil je even vertellen waar kunnen ze jou vinden? Oké. Ik zit sowieso op Instagram, op mijn account Business as Virtual. Ik heb ook een website, die heet www.businessasvirtual.nl. En ik zit op LinkedIn onder mijn eigen naam, Brigitte Hermelijn. Ik zou zeggen mensen, ga dat checken. ja toch, leuk. Om veel inspiratie op te doen. Ja, vind ik altijd leuk.
En dan uiteindelijk je eigen pad te kiezen daarin. Ja. Maar het is altijd mooi om je te laten inspireren en dan vervolgens te kijken wat kan ik er zelf mee. En wat heb je zelf voor een inspiratie te delen natuurlijk. Nou, jij hebt in deze podcast heel veel inspiratie gedeeld. Dank je wel daarvoor. Ja, graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging. You're so welcome. Ja. En ja, mensen, dank je wel voor het luisteren. Ik zou zeggen, liken en abonneren. En tot een volgende keer. Ciao! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.